Welkom bij de Supercar Challenge, powered by Pirelli, voor het 15e seizoen van deze succesvolle internationale klasse. Natuurlijk zijn ook Koen Bogaerts, Mark van der A en Pieter van Soelen weer een geduchte concurrent voor het kampioenschap. Mooi gat getrokken van 11 seconden. Ja, safety car. Alle moeite voor niks. Want we hebben natuurlijk die strafsecondes van de overwinning van afgelopen zaterdag. En door de strafsecondes wilde ik dat gat slaan. Maar ja, als dan de safety car in deel 1 komt van de race, dan is het spelletje weer gespeeld. En dan moeten we hem afwachten. Nu en Marco gas geven. Kaarten weer 0 voor iedereen. En ja, gaat erop. Weer naar Eau Rouge. Heel belangrijk voor Bogaerts om een goede exit te hebben, zodat hij op het rechte stuk van Kemmel in ieder geval die topsnelheid kan benutten. Probeert er langs te komen en daar een hele goede beweging, een heel kleine beweging van Jan van der Kooi. Verdedigend werkende, dus net genoeg voor Bogaerts om even van het gas af te moeten. Dan zit hij de deur open hier aan de binnenkant en dan kan Bogaerts er voorbij. Kampioenschap moet dus de auto van Koen Bogaerts en Pieter van Soelen in het zicht houden. Maar diezelfde auto, diezelfde Koen Bogaerts, heeft het zwaar ten opzichte van Ruud Dolij. Dit keer aan de buitenkant bij het uitkomen van Clearways en richting de Paddock Bend Hill Corner. Van buiten naar binnen en dan proberen eerder uit te accelereren. Lukt niet met de zwaardere BMW V8 die we hier zien vanuit de auto van Koen Bogaerts. Wel laat geremd door Druids, maar geen ruimte. Koen Bogaerts weet wat er gaat gebeuren daar en houdt de deur heel erg goed dicht. We zitten er goed bij en snelheid is steeds heel goed. Alleen ja, we zitten nu al met een bak resultaatseconden. Ja, dan denk ik dat het podium vandaag heel moeilijk wordt, maar ja, dat dacht in de zolder ook. En als de pitwindow open is op het moment dat je de pitstop mag maken, is Koen Bogaerts de eerste die naar binnen komt. Tactisch heel goed, want zo blijven ze uit het gevecht en verliezen ze geen tijd. We vragen Koen Bogaerts naar het plan. Uitrijden en voor hem eindigen, dat is stap 1. Dan zijn we kampioen, maar als we enigszins natuurlijk het podium kunnen pakken, dan... Dat is wel de kerst op de taart voor het kampioenschap. Final round. Is er voor Koen Bogaerts, Mark van der A en Pieter van Soelen. Zij zijn natuurlijk kampioen. Jammer dat Pieter er nou niet bij staat. Hij heeft ook een topseizoen gereden. Dus met z'n drie, fantastisch. Mooi duo. Zo blij dat het in de Supercar Challenge, waar de punten zo close zijn, als je een overwinning hebt, 20 punten en P2 18, dat we eigenlijk nu al kampioen mogen zijn. Echt top. In 2014 grepen ze naast de titel door veel pech, maar 2015 werd het seizoen uit het boekje. De techniek liet ze nooit in de steek en ze leverden een uitzonderlijke prestatie. Want van de 14 verreden races stonden ze 12 keer op het podium, pakten ze 5 keer de winst, hadden zij 10 keer de snelste raceronde en 7 keer pole position.
Met z'n drieën, mooi duo.